voor Nauta. Zesde vandaag. Veel in de aanval. Wat voor wedstrijd was het? Ja, op zich bleef het heel lang bij elkaar. En, nou, er werd wel pogingen gedaan, maar ja, ik had wel verwacht dat het eerder los zou komen. Maar ja, blijkbaar door het harde ijs en zo kan iedereen allemaal mee. Maar op een gegeven moment waren de twee van MK Basics weg en ik kwam in de positie dat ik binnen door kon. Ik dacht, ja, moet ik het ook maar gewoon een keer doen. Op zich voelde ik me goed, maar dan al gauw kom ik tekort aan rechts nog. Dan merk ik gewoon daarin nog de achterstand. En ja, het is ook pas niet super veel ervaring hierin. Dus, maar ja, goed, het was verder wel een leuke wedstrijd. Merk je nou dat je na je blessure nu beter aan het rijden bent? Ik merkte nu vandaag al heel erg dat het... dat ik toch op links heel sterk ben, maar op een gegeven moment dan is rechts helemaal stijf. Maar ja, ik kom ook nog wel wat inhoud tekort, zeg maar. Maar goed, ik ben dan ook soms... ik kan het niet zo heel goed mezelf sparen, maar op zich mooi gevecht. Hoe zien de komende weken voor jou eruit? Waarschijnlijk rij ik volgende week nog een marathon en dan de week daarna is denk ik afstanden. En dan rij ik een 3 kilometer. Dus, welke verwachtingen heb je bij de NK-afstanden? Ik heb een bepaald doel in mijn hoofd en voor de rest geen verwachtingen. Want ik heb tot nu toe niet zoveel lange baan mee gereden. Dus, maar wat is dat doel? Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen, maar een bepaalde tijd. En dat is gewoon om mezelf scherp te houden. Heel veel succes. Ja, bedankt.